Dan ga ik verder naar de heer Jan Leegwater van de huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid. En dit gaat om de monitor samenwerkingsafspraken over 2021. Valt onder tikken N4. Ik wil me voorstellen, ik ben Jan Leegwater, bestuurslid van de huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid. En ik ben intensief betrokken bij de wekelijkse acties voor een verkoopstop van corporatiewoningen. En ik spreek namens de drie huurdersverenigingen van De Pijp, Centrum en Huurdersbelang Zuid. Voor steeds een periode van 4 jaar maken gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels samenwerkingsafspraken die jaarlijks heel laat worden gemonitord. Ik wil het hebben over de kwaliteit van de monitor en kom met aanbevelingen hoe het beter moet. En die kwaliteit is afhankelijk van de mate van exactheid van wat gemeten wordt en afhankelijk van degene die meet. De huidige afspraken blinken uit in vaagheid, algemeenheid, doorspekt met termen als terughoudendheid, inspanningsverplichting, streven naar. Dit valt niet te monitoren. En als de monitor ook nog niet door een externe partij wordt verricht, dan wordt het helemaal slappe was. Ik ga het hebben over de verkoop. Als ik het over Zuid heb, dit stadsdeel is praktisch uitontwikkeld. De verkoop is er geen vervangende nieuwbouw. Uitgangspunt van de gemeente is een gemengde stad. Waarom dan hier toch verkopen? Er is beloofd terughoudendheid, een nietzeggend begrip. De KEI en de Alliantie verkopen volop, vertonen geen enkele terughoudendheid. Ze verkopen evenveel, dus in 18, 19, 20, maakt niet uit, 21, 22. Onze aanbeveling is afspraken over verkoop per corporatie met exacte getallen. Als er per se moet worden verkocht. Per te koop aangeboden woning verantwoording afleggen van hoe deze in de buurt wordt gecompenseerd door iets anders, wat wel betaalbaar is. Over de liberalisatie. Volstrekt schimmig. Waarom liberaliseren in Zuid waar al zo weinig betaalbaar is? De enige reden die men kan bedenken, geld. Laatste minuut. Aanbeveling, ook over liberaliseren, waar er over de huidige prestatieafspraken niets staat, moeten ook afspraken worden gemaakt. Monitoren per corporatie, met per woning een verantwoording ten opzichte van het percentage sociaal in de buurt. Dan wil ik het nog hebben over van hoog naar laag. Op papier lijkt die regeling simpel en fantastisch. Een ouder iemand verhuist van boven naar beneden en laat vaak een grotere woning achter. Iedereen blij. Praktijk is heel anders. De regeling komt niet van de grond. De jaarlijkse 100% verhuizingen is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Komt omdat er een financieel nadeel is voor de corporatie die benedenwoning beschikbaar zou moeten stellen. Deze corporatie moet de huur overnemen die de huurder voldeed voor zijn of haar vorige bovenwoning. Meestal een veel lagere huur van een andere corporatie. Het is wel duidelijk dat de corporatie hier, omdat het feitelijk een financieel gestuurde bedrijf is, hier niet aan mee wil werken. Laatste zin. Aanbeveling, per corporatie onderhandelen en harde afspraken maken. En monitoren niet door de slager die zijn eigen vlees keurt, maar door een externe partij, bijvoorbeeld de Rekenkamer. Het is inderdaad bekend dat in Zuid ook nog steeds veel woningen, sociale woningen worden verkocht. Heeft u ook specifiek overzicht van wat voor type woningen het zijn, dat u weet dat het bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke woningen zijn? Nou, of andere het zijn type vaak woningen? Wel rolstoelgeschikte woningen. Zo worden de president Kennedylaan, 220, 222 worden nu door de KEI aangeboden. We hebben het opgemeten, er zou een rolstoelgeschikte woning van gemaakt kunnen worden, maar daar zijn de corporaties totaal niet in geïnteresseerd. Ze hebben het alleen maar over nieuwbouwen rolstoelwoningen, eventueel, maar bestaande woningen ombouwen, dat heeft geen prioriteit, absoluut niet. Naar mijn idee, want het is vaak een black box wat het beleid van de corporaties is. Hè? We kijken er van buiten naar. Lid van Rensen.
Nou, uiteindelijk zijn de huurdersverenigingen met de VA ook natuurlijk deel bij de samenwerkingsafspraken. Nee. De huurdersverenigingen zijn daar niet bij betrokken. Mijn vraag zou zijn dat volgens mij is de Federatie van Amsterdamse Huurders zit ook aan tafel, hè, bij de vaststelling van de samenwerkingsafspraken. Dat zijn de huurderkoepels. Dus, ja, precies. Dus ik wil u vooral ook aansporen om dit geluid ook daar neer te leggen en ook bij de aanpak volkshuisvesting Amsterdam dit ook weer naar voren te brengen. Want het is juist heel waardevol dat we hier ook rekening mee kunnen houden met deze doorgaande verkoop. Nou, wij vinden het HNA, dat is het huurdersnetwerk Amsterdam, betrokken moet worden bij de ontwikkeling van de, gewoon samen met de VA, de Federatie Amsterdamse Huurderkoepels van woningcorporaties en de gemeente, dat die met z'n vieren, dus dat ook de stichting HNA, waar alle huurders in vertegenwoordigd zijn, dat die erbij betrokken wordt. Dat is op het moment niet zo. Ziet u het als een probleem dat nu alleen maar de FAH betrokken is bij die besprekingen? Ja, die vertegenwoordigt de corporaties en de huurders die in de corporatiewoningen zitten en niet de particuliere huurders. Dus het is eigenlijk een incompleet. Kijk, wij willen in de stad ook dat mensen in rolstoelen kunnen wonen. En dat doordat de particuliere verhuurders niet aan tafel zitten om te praten over afspraken vanwege de wet en zo, dat wel nadelig is voor de stad. Ja, maar ik denk zelf dat corporaties zoals de Keine Alliantie verkopen allerlei benedenwoningen. En zij zijn een sociale instelling, dus zij kunnen daar echt op aangesproken worden. Waarom stellen jullie niet beschikbaar voor ouderen, voor mensen voor de regeling van hoog naar laag, voor rolstoelen? Die zijn volgens mij in eerste instantie. Maar ik denk dat de HNA er ook bij betrokken moet worden, omdat wij de betaalbaarheid staat enorm onder druk in Amsterdam. En ik denk dat ook de huurders die particulier wonen, dat die ook, er moet gewoon veel meer gevochten worden voor betaalbaarheid, betaalbare woningen, voor de betaalbare voorraad. En daar hoort het HNA ook bij betrokken te worden, dat komt het wel op neer. Ik ben Boudewijn Rukert, bestuurslid van huurdersvereniging De Pijp en actievoerder van actiegroep Niet te Koop. Actiegroep Niet te Koop voert al 6 jaar actie tegen de verkoop van sociale woningen. Sinds 2020 houdt de actiegroep wekelijks een flitsactie bij een benedenwoning of een woning op de eerste verdieping die door een corporatie te koop wordt gezet. Wat wij constateren is dat de sociale voorraad in gewilde en populaire wijken krimpt. In Oud-Zuid is minder dan 24% nog in het bezit van een corporatie. De particuliere sociale voorraad krimpt door liberalisatie na mutatie en zal uiteindelijk grotendeels verdwijnen zonder ander beleid. En nog steeds stellen corporaties dat zij één woning in een populaire buurt verkopen, ze er 3 voor terug kunnen bouwen. Maar wanneer dan? Wat en waar wordt er teruggebouwd? Starterswoningen die met 5-jaarscontracten verhuurd worden, tellen nu mee als volwaardige sociale woningen in de voorraad. En hoeveel van die flexwoningen werden in 2021 precies toegevoegd? Dat weten we niet. Sinds 2003 zijn er in Amsterdam meer dan 33.000 sociale huurwoningen door verkoop verdwenen. Ondertussen gaat verkoop van echte sociale woningen gewoon door. In 2021 868 in de stad, in de Pijprivierenbuurt en Buitenveld 98. Nou, over die verkoop in marktgebied 1 wordt gezegd, corporaties zijn terughoudend met de verkoop. En in die gebieden zijn verkoopafspraken gemaakt. Maar daar weten wij dus niks van. Actiegroep Niet te Koop constateert dat er van enige terughoudendheid bij corporaties als de Alliantie Lievende Kei geen enkele sprake is. Alliantie heeft in 2020 opnieuw gesplitst. Van de Statenstaat 164. En de Kei pond uit in de Pijp, coöperatiehof. Het doet mij fysiek pijn om te zien dat een rolstoeltoegankelijke woning als Lissie Ansingstraat 58 verkocht werd. Wethouder Evans had ooit nog het idee om ruime benedenwoningen om te katten tot rolstoelwoningen. Nou, hier hoor je niks meer over. Verkoop is altijd slecht voor zittende huurders en maakt een buurt zwak. Cohesie en buurtgevoel verdwijnen.
Na het verlopen van de zelfbewoningsclausule vertrekken eigenaren vaak en komt zo'n woning in het peperdure segment terecht of staat leeg. Een eenmaal verkochte woning komt nooit meer terug, niet meer sociaal, niet meer betaalbaar. Door die verkoop kunnen ouderen niet naar beneden verhuizen in hun eigen buurt. En nieuwbouw in de oude volkswijken is niet of nauwelijks mogelijk. Laatste zin. Nou, er is een enorm gebrek aan sociale woningen. Dus wij vinden, actie van de huurdersverenigingen, uitverkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. Heeft u al deze aantallen en gegevens die u inmiddels verzameld heeft, ook over Zuid, al bij de VA onder de aandacht gebracht? En wilt u, kunt u dat ook op andere plekken bij bijvoorbeeld de aanpak volkshuisvesting inbrengen? Voorzitter, dit is een goed idee. Dus dat wat we met onze getallen moeten doen. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, daar hebben we eigenlijk geen contact mee. Dat is een soort. We hebben het idee dat die zaken achter gesloten deuren plaatsvinden. De inspreker maakte net een goed punt over dat tweejarige opkoopverplichting uiteindelijk niet heel veel teweeg brengt. Heeft u meer voorbeelden van woningen die na 2 jaar met flinke winsten verkocht zijn? Want ik heb ze af en toe voorbij zien komen en ik vind dat wel belangrijk om mee te nemen in het komende beleid. Nou, een hobby van ons is, van de huurdersverenigingen, is om te kijken wat gebeurt er met een woning. En dan zien wij via de attenderingsservice allerlei verbouwingen plaatsvinden. Vooral uitbouw en onderkeldering, dat is heel populair. En daarna zien we zo'n woning voor met een fikse winst weer te koop staan. En dat is soms al na 2 jaar, dus na die zelfbewoningsclausule van corporaties. Soms blijven mensen nog wat langer wonen, maar zo'n woning, mensen vertrekken na een tijdje. Die woning is dan te klein of willen ergens anders naartoe.